Hoi, hier ben ik weer. We gaan weer verder met het mini album in een doosje. Ik wil graag gebruik gaan maken van het leuke papier wat ik had gewonnen bij Juffrouw Muis. De Cherry Mood met allemaal leuke roze, rood tinten en een beetje groen en kerstjes. Een vrolijke albumpje in de doos wordt het. Hij sluit nu wel al mooi uit zichzelf. Maar toch dacht ik, is het misschien ook wel gewoon leuk om er een sluiting aan te maken. Dus ik ga daarmee beginnen. En dat wil ik gaan doen met een stukje touw. Ik heb een groen gestreept bakkerstouw. Die lijkt me wel leuk om te gebruiken. En daar ga ik eerst een stukje van afknippen. Misschien, ik maak altijd even een knoopje in dat bakkerstouw, want dat gaat anders helemaal ontrafelen. Dat vind ik jammer. En er zijn misschien mensen die willen weten hoe lang. Ik heb het gegokt, maar het is 17 centimeter mijn touwtje. En dan ga ik hier even in het midden, of aan de buitenste rand, dus aan de onderkant, aan de buitenste rand, even het midden opzoeken. Dat is ongeveer hier. Is dat nou goed? Hier ongeveer. Daar plak ik eerst een stukje tape op. Oeh, hard geluid hè. In dat tape lijm ik dan mijn koordje vast. En daar overheen nog weer een stukje tape. En dan kan straks daar designpapier overheen. Dan is dat meteen mooi weggewerkt. Ik dacht, daar begin ik maar mee. Want anders vergeet ik het misschien. En dan zit er alweer een designpapiertje op. En dan heb ik weer een leuke uitdaging. En dan ga ik hier aan de zijkant eerst een designpapier opplakken. Even kijken welke zullen we daarvoor uitzoeken, want dat wil ik dan deze hele bovenkant mee bekleden. Hier heb ik al in zitten knippen. Even roze, ik vind het een beetje saai. Even zien. Zullen we deze doen? Ja, deze ga ik doen. Zometeen heb ik nodig voor de bovenkant een vierkant van 12,1 bij 12,1. Zeg ik dat goed? Nee, 12,3 bij 12,3. Dus dat ga ik eerst even snijden. Dat is lastig met de bril 1. 3, dat is daar ongeveer. Die wordt straks hier bovenop. Moeten we natuurlijk nog een raam uitsnijden. En dan kan ik voor die zijkant, daar, die had ik 2,5, hè, dus die moet dan 2,1. Ik doe ongeveer 4 mm kleiner. Drie keer, want die moet natuurlijk rondom. En eentje moet er 2,6, want dat is de rug en die was wat hoger, hè? Deze is net te klein. Nou, dat komt zo meteen verder. Eerst ga ik die hier opplakken. En dat moet als eerste, omdat hier overheen komt dan zo meteen met een splitpen. en een cirkel het slot waar je dan dit zo omheen kan wikkelen. Dat is het idee wat ik had. Deze leggen we even apart voor zometeen. Maak ik even van een restje cardstock 2 cirkels met de pons. En dan nog één met een leuk passend papiertje. Hadden we die rode effen. Vind ik wel leuk, erbovenop. Of zullen we stippen? Nee, die effen vind ik mooier. Die plak ik op elkaar. En dat doe ik omdat het aan de buitenkant van het doosje is. Dat het ook lekker stevig is. Dat het niet zo kwetsbaar dun papiertje is die snel beschadigt. Nou, ik ben nooit zo goed in het midden gokken met mijn groppendaal. Dus ik maak graag een stipje waar ik dan weet waar ik moet knippen. Niet helemaal vrij. Kijken of ik het nog beter kan krijgen. Oh. Beter. En dan gaan we hier tegenover dat lint. Leg ik hem er even op. Of lint, het is gewoon een touwtje. Hè? Daar. Gaan we ook een gat maken in het deksel. Even kijken. Als dat lukt. Een splitpen. Even kijken naar een leuk kleurtje. Hier ligt dan meteen een mooie roze. Of zou ik een groene doen? Groen komt wat minder voor in het papier. Is misschien wel leuk, ja, om die dan te pakken. En die doen we dan hier zo doorheen. En hier aan de binnenkant vouwen die natuurlijk open en straks komt daar ook weer een designpapiertje waardoor die splitpen weer mooi weggewerkt is. Dus nu hebben we een mooi slotje alvast om te beginnen voor ons doosje. Zo. Nou, dan kan ik dat niet meer vergeten, want daar ben ik ook heel goed in. En dan kunnen we het allemaal mooi wegwerken. Even al die spulletjes die ik ervoor nodig had aan de kant. En dan gaan we met die deksel beginnen. Dat stuk wat ik net gesneden had van 12,3 bij 12,3 is dus net 4 mm kleiner dan het karton dat we eronder hadden. Dat heb ik hier overal een mooi wit randje. En dan gaan we in het midden natuurlijk dat frame uitsnijden. Dat ga ik doen door mijn papier, dat had ik even uitgerekend, op 1,6 te leggen. Dus we krijgen een frame van 1,6 en dan ongeveer van 1,6 snijden naar, wat hadden we nou? Dus dat is dan 11,7. Zeg ik dat goed? Nee, 10,7. Maar ik snij niet helemaal door tot het einde, want dat knippen we straks gewoon makkelijk netjes weer bij in die hoekjes. En dan weet ik zeker dat ik niet te ver ben doorgegaan. Dus op 1,6 leg ik mijn papiertje en dan snij ik dat ongeveer 10,7 en 1,6 daartussenin. Kijk, en waar het dan niet helemaal tot in het hoekje is, daar knip ik met de schaar naartoe. En dan heb je zo hele mooie strakke hoekjes. Die was al goed gelukt. En hier moeten we nog een klein knipje maken. Zo. En dan heb ik een heel mooi frame om hier de voorkant af te werken. Dus die komt hier. Die plak ik daarop. Ik ben echt een flapdrol met dat speldje. Ik moet er echt met mooi weer, met name in de winter, dan gaat dat niet zo hard, maar nou, en dit moeten we zo meteen voor de binnenkant ook weer opnieuw doen. Dus dan is precies hetzelfde. Daar kan je natuurlijk alleen een ander papiertje kiezen, als je dat leuk vindt. Zo, dan had ik hier nog twee strookjes. Eentje voor hier alvast net voorbereid. En eentje voor hier op de rug. Moet ik er nog even één hier snijden. Waar had ik dat papier laten? Oh, hier. Oh nee, dit is natuurlijk te klein. Wat zit er aan de achterkant? Oh, die ruit. Even zoeken hoor. Ja, hier is die. Een mooie strook. Van 2,1 keer 12,3. En die kunnen we dan hier. Ja, en dan is de buitenkant al mooi afgewerkt. Dan maken we het doosje open. En dan ga ik voor hier snijden. Even meten wat. Zo, 7. Dus daar gaan we ook voor 12,3 bij. Even kijken. Nee. 2,8. Weer een leuk papiertje voor uitzoeken. Ik zou ook eventjes ook bij jezelf, als je dit gaat bekleden, meten. Dan kun je de mooiste stukjes maken. Ik had namelijk hier, dat zeg ik heel eerlijk, gewoon uitgerekend vanuit het chipboard gezien. En dan denk ik, hier vind ik die randen toch net een beetje ruim. Ik vind het leuker als er iets minder wit zichtbaar is. Dus gewoon even meten. Dat werkt toch het beste. Even zien wat voor leuks. Zullen we daar een rode ruitje? Vind ik wel leuk. Wat had ik nou gemeten? 12,3. De onderkant moet natuurlijk dan 12,3 keer 12,3 komen. Dus die snijd ik alvast. En dan 2,8 3 keer. Die mooie grootte. Aan de onderkant haal ik dat tape stukje natuurlijk eraf. Dat, hoe noem je dat? Schutvelletje, schutdingetje. Zodat die goed plakt. En dan is meteen dat aanzetje van je sluitingtouwtje ook mooi weggewerkt. Dan gaan we die zijkantjes beplakken. En als je dan meet, dan krijg je toch mooier kleine witte randjes. Wat ik net gewoon ook moet doen. Maar ja, nou zit het er al op. Hoeven jullie niet fout te doen dan, hè? Of fout. Het is gewoon net iets mooier, iets vrijer afgewerkt. Zo. Dan gaan we hier aan de binnenkant strookjes plakken. Nou, kan ik in ieder geval 3 keer al de maat voor deze binnenkant overnemen van zojuist. Ik vind het denk ik wel leuk om die in een F-kleurtje te beplakken. Deze donkerroze. Zal ik dat doen? Of deze. Nee, die donkerroze vind ik leuk. Hier hadden we weer dat frame. Dan ga ik die eerst nog even opmeten. Want die moet ietsjes groter ook. Dat is dan 13 keer 13. En dan moeten we straks natuurlijk dat raam weer uitsnijden. En deze ga ik dan ook nog een keer opmeten. Oh. Dat wordt dan 2,4 voor 3 keer. Ja, 2,4. Oh. 1, 2, 3. Even deze opplakken voordat ik straks weer in de war ben en niet meer weet welke we nou waar moesten. Deze is nou weer te lang. is het voordeel van die streepjes. Dan knippen we makkelijk een strookje vanaf. Het is wel belangrijk om deze heel goed vast te plakken, want die gaan natuurlijk daar zo tegenaan botsen. Dus dat moet wel echt stevig vastzitten. Even kijken of deze nou allemaal te lang zijn. Ja. Goed langs de randjes die lijm, zodat ze straks niet dwars gaan liggen bij het sluiten van je doosje. Nou, hier ook bij die splitpen even goed stevig aandrukken, dat die goed hecht. Nou, eens even zien. Dan heb ik deze waarschijnlijk ook te groot. Ja. Even kijken. Ik had er 13 gesneden. Ga ik er ongeveer 4 mm afhalen. Dus dan is het 12,6. Beter. En dan gaan we even kijken of dat beste kan opmeten. 2. Ja, dan is 1,6 toch wel goed wat ik net gedaan heb. Dus dat gaan we dan nu weer doen. Dus op 1,6 centimeter. En dan van 1,6 naar 11 snijden. Nou, die is bijna helemaal losgekomen. Daar nog een hoekje. En dan kunnen we deze afwerken. Zie ik hier wel wat van het kartstok. Dus daar moeten we even wat op verzinnen. Ik denk dat ik even van wit kartstok strookjes hier strak langs dat frame ga plakken. Dit is te groot, maar strookjes van 2 centimeter. Om nog eventjes daar, ja, die driehoeken die we daar hebben weg te werken. En daar overheen komt dan ons roze frame. Ik denk dat het iets smaller, 1,5 meter is. gaat even weer oplossing bedenken voor een klein probleempje. Even zien, heb ik hier nog meer liggen? Ja. Strookjes van 1,5 centimeter. Zijn dan lang 11 centimeter. 4 strookjes van 11 keer 1,5 en die ga ik weer even met tape plakken om daar die rand mee weg te werken. Zo, ik heb het even buiten beeld gedaan, want ik moest echt met mijn hoofd erboven om hem zo gelijk mogelijk met dat randje, zodat je hem aan de voorkant er niet uit ziet piepen. Maar ja, dat is wel zo strak mogelijk langs de rand. En dat is, ja, moet ik echt erboven. Dan hang ik met mijn hoofd in beeld, zien jullie toch niks. En dan kan nou mooi deze zo hier overheen. En dan ziet het er vrij uit. Weer met lijm. Want nu gaat papier op papier, hè, dus dan kan dat makkelijk. En die kan dan hier weer overheen. Zie je ook helemaal niks meer van al die laagjes over elkaar. Even kijken. Zo, nou wilde ik hier aan de binnenkant ook nog 3 van die donkerroze gebruiken. Die hadden we net uitgerekend, waren 2,8 keer 12,3. Even zien. Hoe is dit? Oh. 12,3. En kijk, ik hoop dat het uitkomt. 2,8. 2,8. En dat komt dan natuurlijk weer net niet uit. Oh, wat erg. En deze zijn te krap. Heel, oh, hier ligt. Nou, sjommelen we een beetje. En die komen hier aan de binnenkant. Oh ja, dat was natuurlijk dat ene weer met die. Dat ik hem te lang had gelaten. Dat ik te lang had uitgerekend. Wel weer bijna knap dat ik dan weer opnieuw diezelfde fout maak, hè? Maar goed. Zo. Helemaal mooi afgewerkt rondom, ook aan de binnenkant. En dan ja, is het nu natuurlijk helemaal aan jezelf of je hier hele stukjes designpapier overheen doet. In gedeeltes, of je er pockets op maakt. Daar kan je natuurlijk lekker mee spelen. Hier ook ga je alleen een stempel voor een fotomat erop gebruiken. Of ga je hier ook designpapier op plakken. Daar ben je natuurlijk helemaal vrij in. Ik ga lekker aan het vreubelen. En het ook een beetje leuk versieren. En dan laat ik straks nog heel even aan je zien hoe die geworden is. Al hebben jullie die natuurlijk ook al in het begin van de eerste video eventjes gezien. Er zit een haartje op. Lekker statisch. Maar anyways, ik hoop dat je het een leuke tutorial vond. Dat je er lekker mee aan de slag kan. Heb je er vragen over? Stel ze me gerust. Dan probeer ik je zo goed mogelijk te helpen. En ik wens je heel veel plezier bij het maken van dit mini-album in een doosje. Tot de volgende! Nou, en natuurlijk hadden jullie het boekje of het mini-album in het doosje al helemaal gezien in het allerbegin van deel 1, waar ik het liet zien. Maar zoals ik net eigenlijk al zei, ik laat je nog heel even zien hoe die is geworden. Ik heb hem dus versierd met standjes, plaatjes die ik in AI gemaakt heb en tickets die ik op voorraad had. En verder ja, mooi beplakt met al dat mooie papier. Overal waar plaatjes op zitten is ruimte om een foto achter te steken. Dus ook hier heb ik het clustertje van plaatjes zo opgeplakt dat er fotootjes achter kunnen. Hier hebben we de pagina en daar heb ik nog een extra paginaatje opgeplakt. Waar je dus kleinere foto's op kan plakken. Hier ook weer ruimte om je foto achter te steken. En ik heb pockets gemaakt op de flap die naar buiten gaat. Leuk randje gestanst. Gewoon een standje van Action. Ook hier. En deze kleine extra pagina, die gaat naar boven open. En ook hier kan je dus wat achtersteken. Net als achter dit meisje kan een foto gestoken worden. En de waterval heb ik eigenlijk alleen maar beplakt met mooi designpapier. Maar verder niet meer versierd. Dit is die geworden. Ik hoop dat je met veel plezier ook aan het mini-albumpje in een box kan beginnen. Dat dit allemaal goed lukt. Is dat niet zo, dan weet je me te vinden. Ik probeer altijd zo goed mogelijk jullie vragen te beantwoorden. En dankjewel voor het kijken. Denk alsjeblieft aan een duimpje omhoog. En nou ja, altijd leuk natuurlijk om een reactie te krijgen. Heel veel plezier en tot de volgende keer. Doei doei!